hartelijk welkom vanuit Tilburg. Wat een pijpland die dan rook kan ontwikkelen. Ze hebben hier een aantal minuten geleden zijn ze begonnen hier met het spelen van het lied The Chelsea Dagger. Een heel vrolijk lied, maar dat hebben ze nog gauw weggedraaid. Want dat zou betekenen dat de bezoekende club dus zou winnen. In die verlengde gedachtes, dat bijgeloof, zit hier toch wel diep. Is er natuurlijk door iedereen gekeken naar de ontwikkelingen in München. En dit is op een ander niveau, maar natuurlijk wel een vergelijkbare strijd. Er moet de winnaar komen. En de thuisploeg is de gedoodverfde favoriet. In de ogen van iedereen die hier een Tilburg hart heeft. En dat zijn de meesten natuurlijk op de ook meegereisde Den Bosch supporters na. Maar die worden voorlopig ondergesneeuwd en ook ondergeblazen door rode rook. Nou, iedereen vindt dat Willem II het maar gewoon moet afmaken hier. En daar schuilt natuurlijk ook een groot gevaar in. Kunnen de spelers met die druk omgaan? Dat is waar de grote vraag. Geen wijzigingen bij Den Bosch, ook niet in de selectie. Dat betekent dus dat, en dat had u ook niet anders verwacht, Peters en Van Buren er ook nu niet bij zijn. Het schijnt dat ze wel ergens op de tribune aanwezig zijn vandaag. Het verhaal rondom hen is voldoende bekend. Daar heeft Alfons Groenewijk op psychologische wijze proberen het voordeel mee te doen. Richting de spelers die er wel zijn. En inderdaad hebben vervangers Buitenhuis en Van Dinter het uitstekend gedaan. Maar die hadden al eerder in dit seizoen er blijk van gegeven. Dat ze ook wel heel aardig mee kunnen voetballen. Dat is toch de verdienste, is de kracht ook van Den Bosch. Fred van der Hoorn heeft een allerraardigste selectie met minimale middelen samengesteld. Die tot en met de laatste wedstrijd strijdt om het halen van een eredivisieschap. Dat is mooi. Daar, achter die rook, zitten de Den Bosch supporters. Een bewust vuurtje. En in hoeverre vindt Liesveld dat dit zodanig vuurtje is dat we niet kunnen beginnen. Het is Bengaals vuur, dus de wedstrijd zijn vandaag onderdelen weer gesteld. Niet echt direct schadelijk. Geen wijzigingen bij Den Bosch, bij wel bij Willem II. Vosseveld is daar terug na een schorsing. En dat betekent dat Ippel plaatsneemt op de bank. En voor de rest is het de voorhoede Huscher, de groot Mizidjan en daarachter Guit. En achterin dus Swinkels met zijn laatste wedstrijd voor Willem II. Hoe dan ook, want hij gaat naar Liers. Verbeek, Van Weert en Reniers voorin. Van den Broek, Van Moorsel, Van Brakel, Brok, Hofstede, Van Dinter, Buitenhuis en Bourgeois. Zo begint Den Bosch. Swinkels, hij wilde drie dagen geleden al zo graag daar de beslissing forceren. Fanatiek als altijd. Met het voetbalhart op de juiste plaats. Soms een tikje over de streef, maar altijd met goede bedoelingen. Wat zou het voor hem mooi zijn om afscheid te kunnen nemen met promotie. Maar zover is het nog lang niet. We zijn dus gewoon begonnen ondanks het vuur. Piqué in de richting van de watervlugge Mizidjan. Die in korte tijd indruk heeft gemaakt. Pas na de winterstop in de eerste helft al van Willem II terechtgekomen. En met name in beginfases zeer gevaarlijk. Buitenhuis. Paco van Moorsel, de aanvoerder. Hij vertrekt, hij gaat ook weg. Het zijn er nogal wat die na deze wedstrijd niet meer voor Den Bosch zullen uitkomen. Piqué. Maar dat is een zorg voor later. Als het een zorg mocht zijn, dan is het een positieve zorg. Nou, de nummer 6 in de Engelse competitie won de Champions League. De nummer 6 in de Jupiler League, Den Bosch.
kan natuurlijk ook iets geks uithalen vandaag. Hoe gek is het eigenlijk als je kijkt naar de wedstrijden die Den Bosch in de play-offs gespeeld heeft. Ongeslagen nog. Twee keer Go Ahead, twee keer de Graafschap en één keer Willem II. Twinkels. Piqué. Het initiatief bij Willem II. Dat werd ook niet anders verwacht. Den Bosch met snelle mensen. Gokt op de ruimtes die kan. Reniers, aardig hoor. En Mul zit ernaast. Hoekschop voordat Van Weert kan koppen. Zo is in de derde minuut Den Bosch ineens razendsnel voor het doel van Mul. Goeie voorzet. Maar ook goed verdedigd. Van der Rijt. Natuurlijk wel de hoekschop voor Den Bosch. Mul vergist zich. Blijft zonder gevolg omdat er opgeruimd wordt voor hem. Brok. Veel te stellen met Misidjan. Hij is hem nu helemaal kwijt omdat hij een solootje begon. Maar Misidjan wordt niet bereikt. Grillige voetballer, Brok. Swinkels. Vossenbelt. Hij dus de enige nieuwe van de start af. Pereira. Uit Misidjan. Brok ligt dan. Misidjan is twee man kwijt. Van Brakel namelijk ook. Guit. Niet langs Van Dinter. Amhouts. De bal werd gekopt door Buitenhuis. Opgevangen Guit. Guit haalt uit. Maar ruim naast. Aardige kans toch. In ieder geval om poging op doel te wagen. Zover kwam het niet. Niet zo best verdedigd. Door Hofstede, die levert eigenlijk zo in bij Guit. Van Dinter. Brok glijdt weg. En dus is Misidjan razendsnel weg. Van Brakel ter assistentie erbij. En dan kan met behulp van Van Brakel Brok het een beetje oplossen. Vossenbelt. Hamerhout. Swinkels. Goed gevoetbal. Hamerhout. Piqué. Het is niet de snelste. Maar daar lag wel de ruimte. Piqué. Van der Rijt.